Waarom, Paul, vertellen wij dit verhaal op school? Want het is een oud verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. De kernmotivatie waarom Jacoba in het verzet is gegaan, is dat ze vond het echt onacceptabel dat mensen, grote groepen van mensen, werden weggezet, werden gediscrimineerd en racistisch behandeld. En dat die zelfs werden weggevoerd en omkwamen. Die discriminatie, dat racisme, dat vond ze onacceptabel. En dat is niet alleen wat gebeurde in de oorlog. Nu op de televisie hoe allerlei vluchtelingen naar Europa willen komen. En dan moet je je echt afvragen, hoe ga je daarmee om? En niet meteen, dat zijn mensen, die willen we niet hebben en we zetten er maar een muur omheen. Dus dat debat moet meer komen en dat is van belang. En daarom is het ook een thema wat nu speelt. Ja, want wat hebben we geleerd van de Tweede Wereldoorlog? Namelijk dat mensen in staat zijn om sommige groepen mensen goed georganiseerd te vermoorden. Niet gewoon vermoorden, maar ze hebben de mensen eerst opgesloten in kampen en toen met een trein afgevoerd naar een moordfabriek in Oost-Europa. Jullie weten hoe onder andere de Joodse mensen zijn vergast geworden. Joodse mensen waren daar het grootste slachtoffer van. Maar het kan nog met andere groepen nog steeds gebeuren. Want wij mensen zijn dom. Wij zijn bang om onze eigen hebben en houden te verliezen. En zijn tot veel dingen in staat. Het bestaat nog steeds. Hè? Mensen die denken dat hun eigen volk het beste volk is. En dat andere volkeren minder waardig zijn. Of andere soort mensen. Andere geloven, andere huidskleuren. Racistische mensen bestaan nog steeds. We moeten daarvoor oppassen. Wie van jullie heeft het wel eens meegemaakt dat er op straat, of in de winkel, of op de voetbalclub, of op school, niet op een gewone manier werd lelijk gedaan, met gewone scheldwoorden, maar op een racistische manier. Dat het ging over geloof of huidskleur of afkomst. Dat er een land bij kwam kijken met het zwijt schelden of zo. Heeft iemand dat ooit gehoord? Ik begin maar even met jou. Hoe heet je? Sikander. Sikander. Wil je bij mij komen of wil je lekker blijven zitten? Ik kom wel. Nou, super. Mag ik een groot applaus voor Sikander? Nou, fijn Sikander. Ik ben trots op je. Heb jij wel eens iets meegemaakt dat op racisme leek of op discriminatie? Dat je dacht, dat klopt niet of zo? Ja, zelf komen wij uit een ander land, Afghanistan. En wij hebben een winkel in de binnenstad. Rond 7 uur was het, gingen wij naar de auto lopen. En toen begon er iemand ons keihard uit te schelden en zeggen, rot op naar je eigen land. Ik piep dit even weg, piep, piep, piep. Ja, hele lelijke woorden over Afghaanse mensen. Wat voelde je toen van binnen? Ik voelde pijn. Je voelt enorme pijn, hè? En wat was je gedachte? Wat dacht je toen? Ja, waarom? Ja. Sikander, je bent een kind van 10 jaar. Je vader is een volwassen man, die was erbij. Was je moeder er ook bij? Waren er nog meer mensen bij? Er kwamen 2 voorbijgangers, maar die haalden mijn vader en die man uit elkaar. Want ja, die man begon ineens super agressief te doen. Agressief. Hoe reageerde je vader erop? Wat deed hij? Nou, hij duwde terug en toen die man begon te slaan, toen begon hij ook te slaan. Oké. En is er nog politie bijgekomen of zoiets? Of is dat niet gebeurd? Nee, dat niet. Nee, maar het pijnlijke gevoel is waarschijnlijk wel gebleven. Ja? Heb je er met je vader en moeder over nagepraat? Of is het, eigenlijk wordt er niet meer over gepraat, zoals in de familie van Tongeren er ook niet meer over gepraat werd? Niet echt. Het was alleen op die avond toen het gebeurde. Ik vind het heel erg wat hem is overkomen. Omdat ze toevallig uit Afghanistan komen, zegt een iemand, waarvan we helemaal de afkomst niet weten waar die vandaan komt, maar die begint racistische schelden tegen jullie. Dat doet ongelooflijk veel pijn. Wie van deze mensen heeft het grootste probleem? Het gezin dat wordt uitgescholden of degene die uitscheldt? Wat denk jij? Hoe heet je? Jesslyn. Ik denk diegene die uitscheldt. Ja, en waarom dan? En diegene die kan het dan misschien zelf ook moeilijk hebben. Hij heeft het zelf moeilijk. Heb jij nog een ander idee misschien? Wat zou het kunnen wezen? Omdat hij zelf gepest is of wat dan ook. Kijk, dit komt heel vaak voor. Vaak is de pestkop
die komt alleen maar op het idee om te gaan pesten, om de familie van zijn kanten te gaan pesten. Omdat hij zelf gepest wordt in zijn leventje. Misschien wel door zijn grote broer, of door een neef, of een nicht, of misschien wel door andere familieleden, of mensen in de straat. Denk je dat de pestkop zelf een gelukkig leven leidt? Zou het kunnen zijn dat de pestkop zelf een zwaar leven heeft? Ja. Dus wat we nou tegen Chicander zeggen, stel je voor, je staat tegenover een pestkop en ze schelden je uit en het doet verdomd veel pijn. Dat heb je al gehad, hè? Denk dan niet alleen, ik heb het zwaar, ik word gepest. Wat zielig voor mij, dat ik word gepest. Maar denk vooral, die ander heeft een probleem. Je zou het, als je het durft, zelfs kunnen zeggen tegen hem. Als je ooit wordt gepest en je hebt de moed, kan je tegen de pestkop zeggen, je hebt een probleem, hè? En je kijkt hem stevig aan. Want je weet, hij pest mij wel, maar hij heeft zelf een groter probleem. Maar daar moet je wel moed voor hebben. Waarom moet je daar moed voor hebben? Is dat makkelijk om dat te zeggen tegen een pestkop? Nee, denk het niet. Nee, want welk risico loop je dan? Nou ja, diegene kan jou dan bijvoorbeeld ook uit het niets gaan zitten slaan of schoppen. Zou zomaar kunnen. Ja. Maar nou is het wel zo dat de mensen die in de Tweede Wereldoorlog in het verzet gingen, die namen dat risico eigenlijk wel. Ja. Want die wisten, als wij ons gaan verzetten tegen de onderdrukker, dan kan ons dat gevangenisstraf kosten, dan gaan wij de gevangenis in, of zelfs het kan ons de dood betekenen. Besef je hoe moedig dat is geweest in die tijd? Nou was dit natuurlijk geen oorlogssituatie, als je kan. Maar je bent het nooit meer vergeten, hè? Nee. Heb je die man ooit nog gezien? Nee, alleen die avond. Alleen die avond. Nou, gelukkig maar. En ik wens jou een lang leven toe zonder racisme en discriminatie. Mag ik een donderend applaus voor Justin en voor Chicander? Is er nog iemand die zegt, nou, dit vond ik eigenlijk wel leuk. Ik wil best een verhaal vertellen over discriminatie, racisme, wat mij is overkomen. Timmy, kom maar even naar voren als je wil. Toen jij dat meemaakte wat er gebeurde, wat je nu gaat vertellen, hoe oud was je toen? Ik was toen ongeveer een jaar of 6. Oké. En speelt het zich af thuis of op school of op straat? Waar was je? Op school. Op school. Vertel het verhaal maar, wat is er gebeurd? Er was dus een jongen, ik ga geen naam noemen. Goed zo, goed zo. Die pestte mij de hele tijd met mijn afkomst. Wat zei hij dan tegen je bijvoorbeeld? Hij zei veel scheldwoorden en daarna Chinees dit en dat. Chinees dit en Chinees ja. Dat, ja. Buitengewoon irritant. En ook, hoe voelde je daarover? Het was heel erg raar, want eigenlijk wist ik niet wat het betekende over die scheldwoorden. En daarna had ik pas geleerd en daarna had ik daarover nagedacht van dat hij dat tegen mij zei. Later begreep je pas wat hij gezegd had? Ja. Was deze jongen van jouw leeftijd? Was hij ouder? Die was 1 jaar ouder dan ik. 1. Heb je ook toegedacht van, hey joh, je hebt een probleem? Of werd je er alleen maar ongelooflijk verdrietig van? Ja, ik werd er heel erg verdrietig van. Ik ging ook thuis daarover praten. En later, toen ik het wist over wat hij tegen mij zei, was hij al geschorst. Hij was geschorst. Ja. Want was jij de enige die last van hem had of had hij ook andere kinderen lastig gevallen? Hij had ook andere kinderen lastig gevallen. Ah, kijk, hier hebben we een pestkop die valt niet alleen maar 1 jongen lastig, maar een hele rits kinderen. Meestal is dat zo. Het kan ook zijn dat het alleen tegen jou was, maar dat was in dit geval niet het geval, hè? Mm-hmm. Oké. Heb je thuis besproken met je vader en moeder? Ja. Ja. En hebben die naar je geluisterd of niet geluisterd? Die hebben ook naar mij geluisterd. Kijk, dit is heel belangrijk, hè? Dat als dit jou ooit overkomt, dat je niet dat verdriet wat je voelt erbij, dat je dat bijhoudt. Maar zoek iemand die je vertrouwt. Dat kan een vriend of een vriendin zijn. In dit geval de ouders. Of de juf natuurlijk. Denk je er nog vaak aan? Nou, soms wel. En soms praat ik wel met mijn vriend daarover. En stel je voor dat ik nou die pest kom. Ik zit nu naast je. Ik heb het gedaan, ik ben geschorst. Wat zou je tegen zo'n jongen willen zeggen? Kijk me eens aan, zeg het maar tegen me. Nou, dat je het niet moet doen. En ook al helemaal niet tegen andere mensen. Want je weet dat je mensen kwetst. En dat vind ik dus heel erg. Ja. Prachtig antwoord. Mag ik een groot applaus voor Tim? Femke. Toen het gebeurde, was dat in Zwolle of in een andere stad of in het buitenland? Waar was het?
Hier in Zwolle, op school. Op school? Oké. Okay. Vertel maar, wat is er gebeurd? Het is eigenlijk bij mijn vader en bij mij gebeurd. Ik ben gepest omdat ik apenoren heb, zeg maar. Zo noemen ze het dan. Of olifantenoren. In ieder geval dat ik grote oren heb. En mijn vader die heeft zijn oren ook uiteindelijk een operatie aan laten doen. Zodat ze wat meer naar achter stonden. Mm-hmm. Want hij werd er gewoon elke dag mee gepest. Als kind bedoel je? Of als volwassen man? Als kind. Als kind. Oké, ik ga het even vertalen, want ze hebben je niet allemaal gehoord. Ik had het niet gezien, maar er schijnt iets met de oren te zijn. Ik weet het ook niet. Tenminste, dat valt mij dan nooit op, hè, wat voor oren iemand heeft. Ja, ik denk dat het zijn de oren, of dat is de neus, of dat zijn de ogen van die persoon. Maar hier is er dus een pestkop geweest die meent iets gevonden te hebben waardoor je Femke kan treffen. En ook de vader had dat meegemaakt, want die had dezelfde oren. Het is gewoon van vader op dochter gegaan. Nou kind, ten eerste wil ik tegen je zeggen, ik vind dat je prachtige oren hebt, maar dat is mijn persoonlijke mening. En daar heb je helemaal niks aan. Degene die dat tegen jou zei, was dat een kind of een volwassene? Een kind. Een kind. Was het een kind van jouw leeftijd, jonger of ouder? Een jaar jonger. Een jaar jonger. Hoe voelde dat? Ik dacht echt zo van, ja waarom zeg je dit, want het is toch niet zoveel nut. Ja. Ik word er niet echt warm of koud van of zo. Wat mooi, je werd er niet warm of koud van. Heerlijk, ze werd er niet warm of koud van. Ik dacht wel van, ja mijn vader die heeft dit ook gehad, maar ik heb er toen ook gelijk een juf bij gehad en die heeft het toen weer opgelost. Je hebt er gelijk een juf bij gehad, dat is prima. Want hier werd eigenlijk noem je dat ook racistisch schelden. Het ging wel niet over de afkomst en het ging niet over de huidskleur. Het ging niet over de geloof. Het ging over haar uiterlijk. En dat heet, dan toch racistisch schelden. Dan was het een jonger kind. Toch heb je besloten de juf erbij te halen. Had je niet kunnen zeggen van, dat moet je niet doen. Dat is niet aardig als je zo tegen mensen praat. Of zoiets. Had je iets kunnen zeggen? Ik had het wel gezegd, alleen ze bleef maar doorgaan van, ja, je hebt apenoren en je hebt olifantenoren. Ja, right. Zou je me beloven dat als het je ook nog omdat je ze dan stevig aankijkt en dat je dan zegt, je hebt een probleem, hè? En dan loop je weg. Moet je proberen niet huilend weg te lopen, want dat wil de pestkop graag. Hè? Die wil het liefste dit zien. Snikkend. En dat je dan weggaat. Dan voelen ze zich heerlijk. Nee. Hij krijgt een stevige gelaatsuitdrukking met de tekst. Je hebt een probleem, hè. En dan loop je met een opgeheven hoop weg. Want je voelt dat jij niet zo'n groot probleem hebt als de pestkop. Beloof je me, Fem? Heel goed. En doe het goed aan je vader en zijn mooie oren. Is er iemand met nog een verhaal? Ik zag Jasmin. Kom je naar voren toe? Gina. Gina, vertel, wat gebeurt er? Ik was met een vriendin. En toen stonden we bij de snoepafdeling. En waren daar twee jongens. En er was nog zo'n bruin meisje. En toen zei de jongen van, ja, iets met vieze zwart of zoiets. Toen begon hij een beetje, zeg maar, van heel gemeen te doen. Van dat ze heel lelijk bruin was en zo. Ik ben het zelf niet hoor, maar... Een bruin meisje werd door een jongen lelijk aangesproken. Ja. Op een gemene manier. Ja. En hoe voelde dat voor jou? Nou, ik vond het wel echt heel belachelijk. Ja, ik vond het ook wel een beetje verdrietig, want ik had het ook kunnen zijn. Had het zelf kunnen zijn. Was er iets wat je kon doen of zeggen, of was dat onmogelijk in die situatie? Ik had het wel kunnen doen, maar dat durfde ik niet echt. Nee, maar dat begrijp ik wel. Wat is de reden dat je het niet durfde? Nou, ik was op zich best een beetje bang dat hij ook wat over mij zou zeggen. Ja. Ja, dat wou ik niet. Toen je 's avonds thuis was en je dacht er nog eens over na, wist je toen wat je had kunnen zeggen? Ja, ik had kunnen zeggen dat hij moest ophouden. Oké, ja. Kinderen, heel vaak als wij gepest worden, denken we, oh, dit is gemeen en we gaan misschien huilen of we worden heel, heel verdrietig en bang. Maar bedenk, vooral als jij iemand bent die dit zelf nooit zou doen, dat degene die uitscheldt grotere problemen heeft in het leven dan jij, die van goede wil bent. En dat ga je vertalen in de volgende woorden en in de volgende houding. Je kijkt hem aan, alsof je hem begrijpt. En je zegt, zonder je ogen neer te slaan, je hebt een probleem, hè? En je loopt weg. Maar niet huilend, maar met opgeheven hoofd. Als je dit durft, hè? Ja, ik vrees
vind het wel op zich een goed idee. Want dan kan die pester, ja, er kan er over nadenken van, ja, wat was die eigenlijk dan heeft gedaan. En misschien in zo'n situatie dat hij dan eigenlijk merkt van, ja, ik heb die persoon verdrietig gemaakt. En nu merkt hij dat bij mij, zeg maar. Het zou kunnen dat je gelijk hebt. Maar het kan ook zijn dat hij zo ongevoelig is geworden door het leven, dat hij niet op het idee komt dat hij begrijpt wat jij bedoelt. Ja. Ja. En je loopt ook een risico dat hij wat lelijks toch tegen je gaat doen. Ja. Zou jij dat risico durven lopen of vind je dat te gevaarlijk? Nou, ik denk als ik er zo over nadenk, zeg maar dat ik het nu nog niet meemaak, dat ik het heel graag zou willen doen, zeg maar. Maar als ik daar zelf op het punt sta, dat ik het eigenlijk dan niet echt meer durf. Maar dat is heel begrijpelijk. Want dat is de worsteling die wij mensen allemaal hebben, hoor. Daar ben je niet alleen in. Mag ik een groot applaus voor Gina? En ook voor jou. Kijk, kinderen. Als we worden gepest op straat of op de voetbalclub of op school of wat dan ook, dan kan je iets doen wat ik nu heb voorgesteld, als je durft. Maar als het politiek racisme wordt en dan komt een dictator, een leider die sommige groepen uitsluit, vervolgt en vermoordt, dan kan je in beide gevallen, in het klein en in het groot, eigenlijk maar 4 dingen doen. Dit zijn de 4 dingen die je kan doen. Het eerste wat je kan doen, is net doen of het niet gebeurd is. Je hebt het gewoon niet gezien. Je kijkt de andere kant op. Je negeert het. En je hoopt natuurlijk, dan gaan ze mijn deur voorbij. Dan heb ik er geen last van. Dit is 1 mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is om je aan te sluiten bij de daders. Je kan de pestkop een handje gaan helpen. Want dan hoop je natuurlijk dat hij jou met rust laat. En in het groot betekent het dat je met zo'n onderdrukker, zo'n dictator, dat je gaat samenwerken. En dan hoop je dat de soldaten jouw huis voorbij gaan. Dit was de tweede mogelijkheid. De derde mogelijkheid is dat je het er zo niet mee eens bent. Dat er zo met mensen wordt omgegaan, dat je er iets tegen wilt doen. Je gaat in verzet. Dat kan je in oorlogsomstandigheden doen door werkelijk in het verzet te gaan en tegen de onderdrukker in te gaan. En in het klein zou je de moed kunnen hebben om er wat van te zeggen. Maar, ik geef toe, dit is linkersoep, want ze kunnen achter je aankomen. Dit kan gevaarlijk voor je zijn. En dan is er nog een vierde mogelijkheid. De vierde mogelijkheid is dat je weggaat. Vluchten. In het klein kan je vluchten. Ren je gewoon hard weg. En in het groot kan het ook, en je ziet het op de televisie gebeuren, mensen die oorlogsgebieden als vluchteling verlaten. Meer mogelijkheden zijn er eigenlijk niet. En jongens en meisjes, ik weet ook niet wat ik zou kiezen. Ik hoop net als jij dat ik moedig zal zijn. Maar ik kan niet beloven. Misschien word ik ook wel hartstikke bang. Maar, net als jij, ik neem het me wel voor om flink te zijn. Jacoba van Tongeren is inmiddels een heldin in Amsterdam. Ze heeft het zelf nooit geweten. Dankzij het boek van Paul weten wij het nu wel. En we hopen een voorbeeld te nemen aan Jacoba. Hoe kan het nou toch dat zo'n bijzondere vrouw, die zoveel mensen het leven heeft gered, want al haar verzetstrijders, de meeste van haar verzetstrijders en de meeste van haar onderduikers hebben het overleefd. Hoe kan het nou toch dat zij bijna, nou eigenlijk moet ik gewoon zeggen, ze is ronduit vergeten. Zij is gewoon vergeten. Wie kan mij een reden noemen waarom Jacoba van Tongeren is vergeten? Nou, omdat ze de hele tijd onbekend bleef, zeg maar. Omdat ze niet haar eigen naam overal had gebruikt. Heel goed. Omdat zij de code gebruikte, is ze vergeten. Omdat iedereen weet, bijvoorbeeld, Kees de Vries is in het verzet geweest. Dan weten we, oh ja, Kees de Vries is in het verzet geweest. Maar als er wordt gezegd, 2008 is in het verzet geweest, dan denken wij, pardon, 2008? Zeg me niks. Daarmee heeft ze dus eigenlijk geheimhouding betracht. Ze heeft de mensen beschermd, maar ze is zelf ook vergeten. Wie heeft er nog een andere reden? Omdat, zeg maar, in die tijd was zij een vrouw en dan werd ze misschien niet zo heel erg gewaardeerd. En zeg maar, toen waren dan mannen met zo'n verzet ding, dat ze toen allemaal wel gingen, zeg maar,
bekend werden en zo, maar omdat zij dan een vrouw was, niet. Jij weet heel veel. Weet je, de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is opgeschreven door mannen over mannen. Mannen schreven over mannen. Maar wij weten nu dat ook vrouwen leiding hebben gegeven aan verzet. Herinneren jullie deze meneer nog uit mijn verhaal? Juffrouw 2000. Nu de kans groot is dat het binnenkort tot gevechten gaat komen met de Duitsers. In de straten van Amsterdam. Is het beter dat een man daarbij de leiding neemt? Deze meneer was een grote verzetsman. Maar hij dacht niet dat vrouwen konden wat mannen konden. Jacoba heeft laten zien dat dat wel mogelijk is. Een heel goed antwoord van jou. Er waren nog een paar redenen dat ze vergeten is. Ze is ook onbekend gebleven omdat ze ziek in bed lag. Meer dan 20 jaar lang. En weinig bezoek kreeg. En heeft ze opgeschept. Heeft ze gezegd, ach, ik heb in het verzet gezeten. Ik heb veel mensen gered. Dat is eigenlijk opscheppen. Wat is het tegenovergestelde van opscheppen? Bescheiden. Wou je dat ook zeggen? Bescheiden, ja. Hoe was het eigenlijk toen je kreeg te horen dat jouw tante een heldin was? Nou, dat gaat geleidelijk. Als je dat leest, dan krijg je steeds meer bewondering voor haar. En dat ze dat allemaal durfde. Niet alleen haar moed, maar ook haar ongelooflijke uithoudingsvermogen. De laatste 1,5 jaar van de oorlog sliep ze elke nacht op een andere plek. Boven een fietsenstalling, in een groenteloods. Zonder verwarming of wat ook maar, omdat ze gezocht werd door de Duitsers. Als je leest over haar hele leven, dan begrijp je werkelijk niet hoe ze dat allemaal heeft kunnen doen. Ze is in de 30er jaren, is ze nog deels verlamd geweest. Heeft ze 7 jaren ook moeten kuren en kon eigenlijk ook niet opstaan en zo. Nou, toen is ze toch weer opgeknapt en in de oorlog heeft ze ongelooflijk hard gewerkt en ontberingen en alles en elke keer dan ergens anders weer slapen. Dus het is heel begrijpelijk dat ze daarna totaal instortte. Maar haar geestkracht, haar spirit, nou die was 500%. En daarom ging ze steeds door. Het moest. En hoe ze ook weerwoord had tegenover die ene, hè, wat Karel net liet zien, van Randwijk. Hoe ze daar zo daartegenover sprak, nou, toen had ik grote bewondering. Dus dat, als je dat helemaal niet weet van een familielid, dat hij eigenlijk een grote held was, dat is een heel apart gevoel. Hoe wierf ze die leden dan? Want je kunt niet zomaar een advertentie in de krant zetten nee. Van... Prachtig. Hij vraagt, hoe kwam ze aan de leden? Want je kan niet zomaar een advertentie zetten, verzetsleden gezocht. Goeie vraag weer. Dat Jacoba een hele belangrijke steunpilaar en echt een organisatie die achter haar stond, was de hervormde kerk. Jacoba zelf was ook, behalve verpleegster, wat Karel al verteld heeft, was ook hervormd maatschappelijk werkster. Dus ze had goede banden met dominees. En het verzet in Amsterdam was ook zo georganiseerd. Ze kwamen vaak bij elkaar in kerkgebouwen van de hervormde kerk. En daar wisselden ze even dingen uit. Bijvoorbeeld met lunchtijd kwamen ze. En dan hadden ze een bijbel, namen ze voor zich. Dat als de Duitsers zouden binnenvallen, dan zeiden ze, we zijn aan een bijbellezing. Dus hadden ze altijd een smoes om als ze in die kerk zaten. En dat was ook de voornaamste, laat ik zeggen, manier waarop ze dus jongelingen vaak, die actief waren in de hervormde kerk, en waar dus mensen dan wisten, oh, die jongen en die jongen en die jongen, die zijn actief in de jongeren van de hervormde kerk. We hebben weer nieuwe verzetstrijders nodig. Nou, ja, dan komen er weer 10 of 20 binnen. Ik denk wel dat je ook nu al kan nadenken, als ik in grote problemen zou zitten en er moeten moedige dingen gedaan worden, dan kies ik, denk ik toch, die vriend, die vertrouw ik 100%. En dat deed zij ook. Ze denkt niet dat ze iedereen vroeg. Maar wie ze volkomen vertrouwde van dat jongerenwerk. Ja. Is er nog een vraag? Heb je dan echt nooit gedacht, ook maar een klein beetje aan, van wat is er toch in die oorlog gebeurd? Ik heb daar wel natuurlijk wel eens over gedacht. Maar ik wilde me er niet mee bezighouden, niet mee verbinden. Want ik vond dat was zo beladen.
En dat was zoveel verdriet. Dus daar wilde ik inderdaad niets mee te maken hebben. Dus dat, zo was het ook wat ik zei over het bezoeken aan Jacoba. Toen heeft ze echt wel eens een beetje wat verteld over de oorlog. Nou, ik luisterde maar voor de helft. Omdat ik me afsloot, omdat het mij weer in contact bracht bij een pijn en een verdriet. En dat wilde ik niet. Dus ja. Kijk, wij oude mannen hebben vroeger niet geleerd om te praten over onze gevoelens. Maar jullie zijn van de jongere generatie. Jullie weten dat als je groot verdriet hebt of grote angsten of wat dan ook, nare dingen, dat je er niet mee moet blijven rondlopen. Praat erover. Zoek iemand met wie je erover kan spreken. Iemand die je vertrouwt. En dat wisten wij niet, maar dat weten jullie wel. Dus jullie hebben voorsprong op ons. Ja. Nou, doe er je voordeel mee en gebruik het tijdens de rest van je leven, die kennis. En zorg dat we een hartstikke mooi Nederland, een mooi Europa, een mooie wereld houden zonder discriminatie.